Ja, Moreno Hofland. Met wat voor gevoel zit jij hier? Ja, een heel klein beetje dubbel misschien. Ik ben natuurlijk wel tevreden dat ik het podium heb gereden en het ging gewoon supergoed vandaag. Maar ja, als je dan op zo'n stukje geklopt wordt, dan is het natuurlijk wel even balen. Maar ja, als je dan, ja, het is wel Tom Bode natuurlijk, het is geen schande om achter de tweede te worden, maar ik hoop hem nog een keer eerste te worden hier. Je kijkt nu naar de beelden, waar heb je het laten liggen in die sprint? Misschien, ik zit net te kijken en ik zie dat Dorsep die komt naar links. En dat was ook heel even een beetje ingesloten, dus kon ik niet aangaan. Misschien dat het kleine stukje was, maar het was natuurlijk wel wind tegen. En als je dan moet je er wel langs zien te komen, dat laatste stukje. Dus ik weet niet of je dat wel had gewonnen of niet, dat weet ik, dat zullen we nooit weten. Maar ik ben er tweede, daar ben ik wel tevreden mee. Sepp van Marken, je ploegmaat sluit je in en daardoor laat je misschien net dat kleine stukje voor de overwinning. Ja, misschien wel. Hey, en na de Quaremont op 50 kilometer van de finish raken jullie weg. 4 man van Quickstep, 3 man van Belkin. Hebben jullie nog getwijfeld om door te gaan? Nee, natuurlijk niet. Ja, als we met 3 man mee zijn op een groepje van 8 man of 10 man, dan moet je natuurlijk nooit twijfelen. En we hadden natuurlijk Sepp mee en Maarten en ik natuurlijk. En als sprint zou worden, dan zouden ze mij in kaart trekken. En als het als ze zouden gaan aanvallen, dan zou Sepp en Maarten meespringen. En dat gebeurde in die finale ook. En daardoor kwam Sepp natuurlijk voor mij terecht. Want ze vielen aan en Sepp die komt van voorzak die terug. En ik ging sprinten. Ik focus mij op Tom Boonen en die klopte mij. In de finale proberen Wijnands en Van Mark nog een keertje weg te geraken. Dat was in de finale nog besproken met elkaar? Nou, de bedoeling was gewoon dat ik zou sprinten en dat die andere twee mannen zou reageren op de demarrage. En dat is goed gelukt, denk ik. En nu met een tevreden gevoel naar huis? Hm? Nu met een tevreden gevoel naar huis? Ja, als je het achteraf terugdenk, is geen schande om tweede te worden achter Tom Boonen. Daar ben ik heel tevreden mee. Dankjewel.